Hallo, Ajax-fans. We zijn terug met een exclusieve video en het laatste nieuws direct uit Amsterdam. Voordat we beginnen, abonneer je op ons kanaal en geef de video een like. Zo blijf je altijd op de hoogte van het meest exclusieve Ajax-nieuws. Het lijkt erop dat Ajax een nieuwe poging doet om hun middenveld te versterken met een oude bekende. Edson Alvarez, de Mexicaanse krachtpatser die vorig jaar nog deel uitmaakte van de kern van de Amsterdammers, staat opnieuw op het verlanglijstje van de club. Hoewel hij recentelijk zijn carrière voortzette bij West Ham United in de Premier League, doet het gerucht de ronde dat Ajax alles in het werk stelt om de Mexicaan terug te halen naar de Johan Cruijff Arena. Alvarez, bekend om zijn fysieke kracht en tactische intelligentie, heeft zich in zijn tijd bij Ajax onmisbaar gemaakt. Met cruciale doelpunten in de Champions League en zijn solide verdedigende werk, heeft hij de harten van de Ajax fans veroverd. Zijn terugkeer zou een enorme boost betekenen voor het team, dat op zoek is naar stabiliteit en ervaring op het middenveld, vooral na het vertrek van enkele sleutelspelers in de afgelopen transferperiodes. Wat deze mogelijke terugkeer zo spannend maakt, is de rol die Alvarez zou kunnen spelen in het huidige Ajax-team. Met een mix van jonge talenten en ervaren krachten zou hij de perfecte schakel kunnen zijn om het elftal naar een hoger niveau te tillen. Zijn vermogen om zowel in de verdediging als op het middenveld te spelen, geeft Ajax meer flexibiliteit in hun speelstijl. Iets wat coach Maurice Stijn ongetwijfeld waardeert. West Ham United lijkt echter niet zomaar bereid om een recente aanwinst te laten gaan. De Premier League club investeerde vorig jaar flink in de Mexicaan, en zijn prestaties in de Engelse competitie maken hem een waardevolle speler. Toch zou Alvarez zelf openstaan voor een terugkeer naar Amsterdam, waar hij niet alleen sportief succes kende, maar ook persoonlijk grote stappen maakte. Maar voordat we verder gaan, vergeet niet om je op ons kanaal te abonneren en de video een like te geven. Jouw steun helpt ons om je te blijven voorzien van het laatste nieuws over Ajax Amsterdam. Deel ook gerust je mening over de onderwerpen in de reacties. Edson Alvarez is niet zomaar een doorsnee voetballer. Zijn veelzijdigheid is een van zijn grootste troeven. Als verdedigende middenvelder weet hij niet alleen aanvallen van de tegenstander feilloos te neutraliseren, maar ook het spel vanuit de achterhoede op te bouwen. Zijn precisie in het passen en het vermogen om gevaarlijke situaties vroegtijdig te herkennen Maakt hem een sleutelspeler in elke opstelling. Bovendien blinkt hij uit in luchtduels, iets wat hem vooral in de eredivisie tot een gevaarlijke wapen maakte tijdens corners en vrije trappen. Een van de meest bewonderenswaardige aspecten van Alvarez is zijn onvermoeibare werklust. Hij is het type speler dat nooit opgeeft, ongeacht de situatie op het veld. Of het nu gaat om een laatste verdedigende ingreep of het ondersteunen van een snelle counteraanval, Edsen is altijd in beweging. Zijn fysieke paraatheid is indrukwekkend en zijn spelinzicht maakt hem een nachtmerrie voor tegenstanders die denken ruimte te hebben in de buurt van zijn zonen. Hij is vaak de onzichtbare kracht achter het succes van zijn team. Daarnaast brengt Alvarez een unieke internationale ervaring met zich mee. Met meer dan 100 wedstrijden voor Ajax, optredens in de Champions League en zijn recente avonturen in de Premier League heeft hij zichzelf bewezen op het hoogste niveau van het Europese voetbal. Dit soort ervaring is van onschatbare waarde voor een team als Ajax, dat hoge verwachtingen heeft in zowel de Eredivisie als in Europa. Zijn terugkeer zou niet alleen een sportieve impuls zijn, maar ook een mentorol voor jongere spelers in de selectie. De mogelijkheid dat Edson Alvarez terugkeert naar de Johan Cruijff Arena zorgt voor enorme verwachtingen bij de fans. De Mexicaanse International zou Ajax direct versterken en het middenveld opnieuw vorm kunnen geven. De Amsterdammers zijn op zoek naar een speler die het verschil kan maken op beslissende momenten, en Alvarez heeft al laten zien dat hij die verantwoordelijkheid aan kan. Zijn terugkeer zou de club opnieuw in staat stellen om mee te strijden om de hoogste prijzen, zowel nationaal als internationaal. Of de deal doorgaat, blijft voorlopig afwachten, maar één ding is duidelijk, de interesse van Ajax is serieus. Met de transferdeadline in zicht, zou de komende week cruciaal kunnen zijn voor de onderhandelingen. Fans van Ajax houden hun adem in. Een terugkeer van Edson Alvarez zou wel eens het ontbrekende puzzelstukje kunnen zijn in hun jacht op nieuwe successen. Dat was het voor deze update. Als je de video leuk vond en exclusief nieuws over Ajax Amsterdam wilt blijven ontvangen, abonneer je dan op ons kanaal en geef de video een like. We horen ook graag jullie reacties en meningen. Tot de volgende video.